Goedemorgen en welkom bij Zeilhelden. We staan hier op de derde dag van Noord-Sierkata, ditmaal bij de helling. En voor al deze boten hier op de helling zijn de wedstrijden vandaag afgelast. Dat komt wegens de harde wind en de golven die er zijn op de zee. Is het niet veilig om het water op te gaan en kan de baan er niet in worden gelegd. Vandaar geen wedstrijden vandaag en zijn alle boten zoals je hier ziet aan het aftuigen en opruimen om dan vandaag weer naar huis te gaan. We gaan dus even kijken bij wat boten wat ze ervan vinden. Hoe zit ze erin? Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn aan het aftuigen. Ja, we zijn aan het aftuigen. Zie je, zijn jullie teleurgesteld? Ja, we hadden vandaag wel graag even willen varen, maar ja, het gaat toch een beetje te gek, hè? Ja, het is harde wind, hè? Ja, dan blijft er niet veel heel. En hoe hebben jullie de afgelopen dagen gevaren? Ja, lekker, heerlijk. Fantastisch op de golven. En altijd een feest om op de Noordzee te zijn. Mooi. Zien we jullie nog bij de prijsuitreiking? Zeker. Hoi. Absoluut. Dankjewel. Ja, succes nog. Tot dan. Nou goed, zoals je ziet zit de stemming er nog wel redelijk in. Mensen hebben vooral genoten van de afgelopen 2 dagen, dus dat is natuurlijk heel erg mooi. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Boot aan het opruimen, zie ik. Yes. Ja. Vind je het jammer geen wedstrijden vandaag? Ja, tuurlijk jammer, maar ook wel verstandig met dit weer. Ja. Ik wil niks lopen, dus... Wel lekker kunnen varen? Ja, zeker. Super. Mooie locatie. Ja. Goed georganiseerd, dus helemaal top. En nu weer naar huis? Ja. En waar ga je heen? Ik ga de boot afzetten in Bruinisse, Zeeland. En daarna ga ik lekker naar Rotterdam. Ja. Ja. En ben je nog bij de prijsuitreiking vanmiddag? Ja, misschien wel. Dus even kijken, hoe laat is dat? Ik weet niet precies. Okay, het zou om 4-5 uur zijn, maar het is nu denk ik wat eerder. Ik kan geen prijs ophalen, dus... Wel lekker gevaren. Hoe sta je ongeveer in het klasse? Ja, een beetje middenmoot. Rond de 10. Er waren 20 deelnemers bij ons, dus ja, prima. Ah, dat is wel niks. Voor het eerst met een nieuw maatje, dus... Prima. Oh, ja. En ben je er volgend jaar weer bij? Denk het wel. Mooi. Ja. Nou, dan misschien toch tot prijsuitreiking. Yes. Succes. Yes. Ja, goed. We zien ook al dat er redelijk wat boten al weg zijn. Misschien op de trailer al richting huis. We hebben hier mensen die zich aan het aftuigen zijn. Goedemorgen. Okay. Boot ook aan het aftuigen? Ja, boot aan het aftuigen helaas. Het zijn zo. Ja, inderdaad. Lekker weer moet ik zeggen. Ja, er staat wel zon vandaag. Ja, eindelijk. Het is ons gegund. Ja. Vind je het jammer dat je niet het water op kan? Ik zou wel even een uurtje het water op willen. Maar ik denk dat het verstandig is dat de wedstrijden eruit zijn gehaald. Ja. Ik denk dat voornamelijk het startschip een enigszins een beperking zal worden. Ja. Om het zo hard te zeggen. Zag het wel een beetje aankomen of is het een verrassing? Ja, ik zag het wel een beetje aankomen. Maar ik had altijd hoop. Ja, dat is heel goed. En hebben jullie wel lekker kunnen varen de afgelopen dagen? Ja, zeker. Het was onze eerste keer op zee met de zwaardboot. Ja. En gewoon heel vet. Ja, hartstikke leuk veld, goed gevaren. Dus top evenement. Hoe zijn jullie geëindigd? Ergens net boven het midden, geloof ik. Ah, dat is netjes. Ja. Mooi. En waar gaan jullie nu vanmiddag weer naartoe? We gaan de boten naar de Brasem brengen. Nee, we gaan ze naar Delft brengen. Maar thuishaven is de Brasem. Ah, want bij welke vereniging zitten jullie? Bij Broach. Ah, Delft, ja. Ah, leuk. Nou, veel succes dan. En misschien nog tot later. Ja, dankjewel. Hoi. Goed, ja. Alles gaat weer opgeruimd worden. Goedemorgen, meneer. Hey, goedemorgen. U bent ook alles aan het inpakken? Wij zijn alles aan het inpakken, ja. Want er wordt niet meer gezeild op baan B en C, helaas. Jammer. Wat vindt u ervan? Wat ik ervan vind, dat het niet gezeild wordt. Ja. Verstandige beslissing. Ja. Ik weet niet of u het buiten hebt gekeken. Ik heb wel buiten gekeken, ja. Ja. Wat zie jij dan doen in zo'n bootje? Ik zou ook niet water op. Nee, ik was heel positief vanmorgen, want het zonnetje schijnt en er is wind. Ja. Maar dit is een beetje te veel. Ja. Had je het al zien aankomen? Ja, een beetje wel. Als je de weersverwachting in de gaten had gehouden, dan had je geweten dat het vandaag wel een hele lastige dag zou worden. Ja. En heb je nog wel lekker kunnen varen de afgelopen dagen? Ik heb de afgelopen 2 dagen heerlijk gevaren. Ah. Ik heb iedereen opgejaagd. Dat is mooi. Hoe bent u geëindigd? Achteraan. Ah. Ik heb iedereen opgejaagd. Ja, heel goed. En waar gaat de boot nu heen? Die gaat nu terug naar de Kaag. Ah. Op naar zoet water. Ja. Even het zoute water afspoelen. Heel goed. Mooi. Nou, veel succes en plezier. Goed, nou, we zien dat alle boten hier staan op de helling. En we hebben nog de optimisten die hier achter ons liggen. Ja, daar kunnen we natuurlijk wel even gaan kijken. Komt een optimistenwedstrijd aan? Ja, dat lukt. Check. Goedemorgen. Hi. Jij ook geen wedstrijden vandaag hebben gezien? Ja. Nou, we gaan zo meteen wel hier nog sprinten. Mm-hmm. Dus heen en weer varen. Ah. Met kleine wedstrijdjes. Yes,
En heb je wel lekker gevaren de afgelopen dagen? Ja hoor. Hoe ben je geëindigd? Nou, we hebben niet heel veel wedstrijden, we hebben gewoon vooral trainingen. Want we hebben niet al die... Eigenlijk zouden we vandaag de enige dag zijn dat de Allianz Regatta zouden varen. Maar we hebben wel kleine wedstrijdjes hier buiten gevaren en getraind. Ja. Nou, daar kwam ik best goed uit. Ah, dat is goed. Mm-hmm. Heb je naar zin gehad? Ja hoor. Leuk. En nu ga je zo direct weer naar huis, na de wedstrijdjes? Ja, dan gaan we naar huis. En waar kom je vandaan? Muiden. Muiden, ah. Nou, dat is niet zo heel ver. Nee, een uurtje rijden. Ja. Ah, mooi. En dan ga je weer door met de wedstrijd deze zomer. Ja. Leuk. Nou, veel plezier, veel succes. En succes nog met de sprintwedstrijd zo. Goed, dit was Zohelden vanaf de helling hier in Scheveningen. Zoals gezegd komen zo direct nog de sprintwedstrijden. Dus daar kan nog wat komen over te verschijnen op de Facebook, op Instagram. Verder alles afgelast, dus komt eraan en fijne dag.